Goedemorgen, wat staat er in de krant? Hé, dames. Nou, dat is toch een lekker weekje zo op deze manier, hè? Weekend. Yes. Moeten we vaker doen. Gewoon weekjes met 4 dagen. Ja. Volkskrant, Algemeen Dagblad en Trouw. Wat staat er bij jou, Miranda? Nou, TBS'ers in de Van der Hoevenkliniek in Utrecht, die werden gebruikt als hulpje voor het vuile werk. En ja, ze moesten dan medepatiënten tegen de grond werken en zijn isoleercel afvoeren of vasthouden wanneer ze werden platgespoten. En justitie die weet het ondertussen en die heeft gelijk ingegrepen, maar dat duurt nog wel een maandje voordat het kan veranderen. Oh. Want, zo is het nu helemaal? Wat is het dan weer? Ja, ik denk dat er staat van de volgende maand is deze methode verleden tijd. Oké. Okay. Ja, het duurt wel even. Hey, ik dacht eerst even dat je ging zeggen dat ze echt daadwerkelijk kutklusjes moesten opknappen. Ik denk, nou, uitstekend idee. Ja, nee. Maar... Er stond ook verhaal van een man die dan iemand die zichzelf had opgehangen met een schoenveter, dat hij hem eraf moest halen en omdat ze fiets verhalen. Dan kom je ook lekker uit aan uit de TBS-kliniek. Oké, schokkend. Wat dan meer? Ja, Q-koorts. Dat dreigt volgens sommige mensen een plaag te worden en anderen die lijken niks. Maar ja, infectieartsen die denken tenminste van wel. En die vinden ook dat er gelijk maatregelen genomen moeten worden, omdat het anders de bacterie over heel het land komt. Want van de 4000 mensen die in de afgelopen 4 jaar ziek werden, waren het al 2300 van afgelopen jaar. Oké. Ja, het wordt steeds... moet je er nou aandacht of niet? Nou ja, ik moet zeggen, ik dacht eigenlijk echt... Maar dat was meer gewoon met... helaas. Maar ja, dat is dan helemaal de wet geweest. Of in ieder geval de politiek die besloten heeft... dat er een hoop dieren geruimd moesten worden en zo. Ja. Daarmee dacht ik ook... Maar dat is misschien heel naïef, van dat het probleem wel afnemend was en zo, maar... Ja, je hoort er verder ook niet over. Je hoort er niet zoveel meer over, weet je wel. Het was toen net een beetje als die Mexicaanse griep. Eigenlijk één grote hype die nergens over ging. Ja. Nou heb ik toen al vaker, al heel vroeg al geroepen in mensen die Q-koorts. Dat is pas echt aan de hand. Maar het loopt nu nog steeds dus, begrijp ik. Ja. Huh. Oké, verontrustend. En wat is het laatste? Ja, het laatste is iets leuker. Het lijkt op een aardbei, maar dat is het niet. Het heeft namelijk geen kleur en het smaakt naar een ananas. Oh. Het is een nieuwe witte aardbei en het is een soort van vergeten vrucht die bij toeval weer is ontdekt. En ja, het mooiste is gewoon dat het 100% natuurlijk is en geen genetische rommel. Het klinkt echt als een lekker ding. Een witte aardbei is dus een soort kleine ananas. Ja, en dan met zo'n rode puntje erin. Dat ziet er echt heel grappig uit. Hmm. En is dat al ergens dat je dat kan kopen of zo? Of, Nee, er wordt heel weinig van geproduceerd nog. Okay. Het is nog een beetje schaars, maar ik denk dat het wel komt. Wat grappig, joh. Dat er nog van dat soort dingen bestaan die wij niet kennen dan. Ja. Maar blijkbaar, jij zegt vergeten vrucht, dus vroeger kennen we dat al wel. Ja, dat was vroeger in de middeleeuwen of zo. Oh ja. Nee, dat kan ik me even niet meer herinneren. Nee. In de 18e eeuw. En witte aardbei. Top zeg. Meer nieuws vandaag in de Telefaag, Suus. Ja, een beetje paniek gisteren in de Bijenkorf in Amsterdam. Want er was een meneer en die probeerde naar buiten te komen via de draaideuren. En toen kwam zijn koffer vast te zitten in de draaideuren. En toen ging het alarm af. En toen kwamen de beveiligers eraan, want ja, hij had dus waarschijnlijk wat gestolen. En toen trok die meneer gewoon ineens een mes en begon ermee rond te zwaaien. Oh, en uiteindelijk hebben ze maar de politie gehaald. En die heeft hem eerst geprobeerd om te overmeesteren, maar dat lukte niet. En toen hebben ze hem neergeschoten. Zo. Maar, 2 keer. Twee keer. Dit was 3 keer, sorry. Maar ik neem aan dan gewoon wel in zijn benen, hè? Ja, in zijn benen. Hij leeft nog. Oké. Zo, heftig, jongen. Ja. Gewoon, je zal er even gewoon net voor een luchtje aan het kijken zijn. Ja. Strik je, dan gaan we de tering, joh. Ja. Oké, wat dan meer? Ja, dan ook nog paniek voor een 17-jarig meisje uit Den Haag. Want die liep 's nachts over straat. En toen kwam er ineens een man met een bivakmuts en een mes en die eiste ineens haar geld en haar tas op. En toen ineens uit het niets kwam ineens haar ex-vriendje eraan. En die kwam als een ware superheld, die ging met die berover zeg maar in gevecht en die pakte al haar spullen weer terug. En nou, dat meisje dacht, nou geweldig, joh, dit is mijn ex-vriend hier. Alleen wat bleek, toen ze op het politiebureau kwamen, ging de politie toch even de beelden, de bewakingsbeelden kijken. En toen zagen ze gewoon dat die ex-vriend gewoon met die bureau zo eerder over straat liep. En wat bleek, het was gewoon een vriend van hem. En hij wou met deze actie proberen om zijn vriendinnetje terug te krijgen. Ja, ik vind echt hulde gewoon. Echt, het is niet gelukt. Ik geloof dat de vriendin er sowieso helemaal klaar mee was, maar gewoon... Ja. Oh, sorry, ik kom er even een koe voorbij. Applaus.
voor het feit dat hij zoveel moeite doet, vind ik. Ik vind het echt geniaal bedacht. Ja, ik vind het wel een beetje psycho, hè? Ja, het is wel een beetje... Hoe dan tijdens dat meisje was. Oké, je hebt ook gelijk. Nee, ja. Oké, maar ik vind het zo echt wel goed bedacht. Oké, laatste harde nieuws dan. Dan ook nog Camilla, de echtgenote van de Britse kroonprins Charles, die heeft haar been gebroken. En dat gebeurde tijdens een wandeling in de heuvels van Schotland. Alleen, ja, ze werd zoiets van, ik ga hier geen afspraak of zo door afzeggen. Dus de komende tijd loopt ze dus in het gips. Nou, ik had het niet willen missen dit, hoor. Nee. leuk nieuws. Miranda, wat heb jij? Ja, ik vond die van die overvallen wel ja, leuk. Dat dus is... ik ben even aan het zoeken naar wat nieuws. Maar het staat er verder alleen over een aapmens met benen van een mens en de arm van een aap. En... Nee, ja. Nee, dan had jij gewoon toch vandaag de verschimmelde aardbei. Ja. Of zoiets. Oké, en wat heb jij, zus? Ja, nou weer echt een schrik voor iemand, maar dan voor een dier. Namelijk een zesjarige Jack Russell van de familie Nijhuis. Want die Jack Russell die was een beetje op avontuur uitgegaan, want hij liep over het terrein. En toen is hij in de motorkap van een auto gekropen. En dat, ja, dat was wel zielig, want toen kwam er een meneer aan en die ging gewoon rijden met die auto. En pas na anderhalf uur dacht hij van, er klopt iets niet. En toen keek hij daarin. En toen zat daar ineens die Jack Russell. Oh. Maar gelukkig leefde hij nog. En hij was wel geschrikken, maar ondertussen is hij wel weer van de schrik gekomen. Maar het gaat weer goed met hem, gelukkig. Oh. Maar hebben we niet onlangs ook dit verhaal gehad? Wat denk ik dat? Dat was met een poes, volgens mij. Ja, met een poes, ja. En nu is een fucking hond onder de auto. Ja. Ik durf gewoon nooit meer normaal mijn auto in te stappen. Nou, dat is sowieso een slecht plan. Maar oké. Okay. Nou, eind goed, al goed. Mooie afsluiter van de week. Ja. Gaat er nog iets gebeuren in het leven van jullie, Miranda? Oh, nou, ik heb volgende week heb ik een musical-uitvoering. Dus we moeten echt heel goed oefenen. Oh? De zin in. En, Suus, ik heb eigenlijk, helemaal niet onwijs doorgevraagd naar allerlei testen, toetsen en dingen die je hebt. Ja, die is gelukkig afgelopen. Dat is klaar. Daarmee. Dus je kan helemaal... Niet over toetsen beginnen. Oh. Oh, die heb je ook nog gekregen. Ja. ik ga wel het even vieren, het is afgelopen. Precies, uit. Dat wil ik net zeggen, want dan moet het er even uit. Oké, helemaal goed. Prima. Nou, dan hoor ik maandag wel wat er allemaal gebeurd is. Ja. Geniet ervan dan. Fijn weekend. Oh, ja, sorry. Het. Het. Weekend. Ja. Gaat zo snel dan ineens. Oké, fijne dag en goedemorgen. Goedemorgen. Wakker wordt en de radio geer aan. Geel, dat is dan maar ik heur. Het is niet om op te Het is 7:08. Want dit is Giel op de radio. Goedemorgen. Ik trek weer even een jurk aan. Goedemorgen. 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 Goedemorgen, Giel. Ik zou zo graag twee armen vinden.